NMBS-baas Sophie du Dordoir heeft in de Kamer brandhout gemaakt van de cultuur en de manier van werken binnen de NMBS voor haar aantreden. Zelf wil ze terug naar de kerntaken van het bedrijf. Ze pleitte in de commissie voor het einde van de megaprojecten. Bovendien wil de spoorbaas de communicatie met de reizigers verbeteren. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer wil Open VLD-parlementslid Nele Leijnen de visie van bevoegd minister Bello hierop kennen. Een ambitieuze vrouw met een missie zagen wij gisteren in de commissie Infrastructuur. En Sophie du Dordoir heeft als CEO van een NMBS haar start niet gemist. Een stevige uppercut aan de verantwoordelijken van de wantoestanden in het verleden, die moet bij hen vandaag nog pijnlijk nazinderen, maar ze trok daar resoluut een streep onder. En ze vroeg geen extra middelen, want men moet eerst leren bij de NMBS om elke euro die wordt uitgegeven 10 keren om te draaien. Maar ze vroeg wel meer autonomie. Autonomie om ambitieuze, maar ook realistische plannen te kunnen uitvoeren. Autonomie in haar dagelijkse werking zonder inmenging van politiek en vakbonden. Mevrouw du Dordoir pleitte voor een andere rol van de overheid. Een rol waarbij de overheid zich bezighoudt met het mobiliteitsbeleid in zijn geheel. Met een intensieve samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid. Een mobiliteitsbeleid waar de reiziger centraal staat. De reiziger, wat zij zegt, de enige bestaansreden van de NMBS. En die reiziger die wil vandaag een veilig, betrouwbaar, stipt en kwaliteitsvol alternatief voor de wagen. En dus, meneer de minister, is mijn vraag aan u. Steunt u mevrouw du Dordoir met haar ambitieuze plan? En hoe zal u ervoor zorgen dat zij met de autonomie kan verder gaan om haar ambitieuze plan waar te maken? Dank u, mevrouw Leijnen. Het woord is aan de minister. Beste collega. In 2016 heb ik verklaard in naam van de regering dat ik in mijn beleid de reiziger centraal wil stellen. Ook heb ik gezegd dat de NMBS vooral behoefte had aan een nieuwe gouvernance en aan een moderne bedrijfscultuur. U hebt gisteren gehoord hoe zeer de door de regering aangewezen CEO er dezelfde visie op nahoudt, mevrouw du Dordoir. Heeft met enthousiasme gewezen op haar doelstellingen, op de waarde die ze wil delen en op de strategie om de voorgestelde uitdaging tot een goed einde te brengen. Zoals u heeft kunnen vaststellen, wil ze daarbij inclusief te werk gaan en wil ze dicht bij alle werknemers van de NMBS staan, wat mij ten zeerste verheugde. Merci, monsieur le ministre. Mevrouw Leijnen. Bedankt, meneer de minister. Ik leid uit uw antwoord af dat u haar ten volle zal steunen voor meer autonomie van het overheidsbedrijf. En we kunnen haar alleen maar alle kansen geven. We zullen haar missie onderschrijven, zoals ook gisteren de meeste fracties dat deden in de commissie. Maar onze taak, collega's, is ook om na te denken over de lange termijn, over de toekomst van de NMBS. En we moeten daarbij de heilige huisjes durven slopen. We moeten daarbij durven nadenken over het inbrengen van privaat kapitaal binnen het bedrijf of concurrentie op het spoor toe te laten. Zonder dogma's en zonder dat daarbij het land opnieuw wordt platgelegd. Want de reiziger, nogmaals, is de enige bestaansreden van de NMBS en dat mogen wij nooit vergeten.